Dag mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, voordat ik deze video begin, wow, het zit mijn haar wild. Ik kwam van de fiets. Ik ga eerst even mijn stal uitmesten. En ja, inderdaad, stal uitmesten. Dat is denk ik al de eerste hint van een verandering. Goed, ik ga eerst mijn stal uitmesten en dan zal ik jullie later alles uitleggen. Tell me how to be closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what we do about you. I'll do it, babe. Een hele leuke live hack voor jullie. Als ik hier alleen op stal ben, dan is het altijd saai om alleen uit te mesten. Maar leg je telefoon dan met muziek in de voerbak. Hoor het verschil. Goed, ik ben klaar met de stal en ik zal jullie vast een beetje vertellen. Terry en ik zijn verhuisd van stal. En ik zal jullie later in deze video uitleggen waarom. Misschien denken jullie nu, Nien, wat doe je, wat spannend dit. Wat doe je vervelend met, ik leg later uit. Maar dat is voor nu even makkelijker. Ik heb namelijk niet heel veel tijd. Ik heb wel tijd, ik lieg. Ik wil gewoon eerst mijn ding gedaan hebben. Dat is een eerlijker antwoord. En daar voel ik me nu even prettig bij. Ik heb de stal achter mij uitgemest. En een nieuwe stal betekent dus ook nieuwe, ja, hoe noem je dat? Nieuwe regels of zo? Of aanpassingen, misschien nieuwe aanpassingen, dat is beter. En dat is dat hier geen automatische drinkbak in deze stal zit. Dus ik moet even die drinkbak vullen met water en godzijdank heeft Tess daar nog niet in gekakt. Dan moeten we nog even afwachten. Dat betekent bakjes voer klaarzetten. En Tess staat in de wei erachter. Een nieuwe kast. Ik ga jullie meteen laten zien. Ik heb dus een kast. En dit is mijn kast. En ik heb daar alle belangrijke spullen in zitten, want die kast zit op slot. Dat is ook weer iets nieuws, wat wij op die andere stal helemaal niet hadden. Maar hier zit de kast op slot, dus ik moet niet de sleutel vergeten. Maar ik heb alle belangrijke dingetjes in zitten. De laarzen van Fenna, mijn eigen laarzen, joppers, peesbeschermers, zadel, perbekpet, cap. Poetstas. Hier hoort mijn hoofdstel in te hangen, maar die ben ik vergeten bij mijn ding, ja. Borstbeschermer, allemaal middeltjes en de Recoptex en een uitrijdeken die we veel gebruiken. En dan heb ik hier dat rek meegenomen en daarbovenop liggen mijn dekjes. Hier heb ik touwhalsters en andere extra riempjes, wat gewoon niet heel belangrijk is voor mijn kast. Hier zit een ook allemaal rommel in. Hier heb ik een paar zalfjes nog weer. En hier liggen mijn dekens. Die ik niet heel veel gebruik. Dus dat. Dat is dus mijn kast. En hij is wel een stuk kleiner als op die andere stal. Maar met dat rekje zo is dat prima opgelost. En ik ga nu even de waterbak vullen. I am made to be free. Oké, ik liep naar de wei. Wat ook wel een beetje grappig en typisch is, is dat de eerste dat ik hier kwam, zei iedereen, ja, touwen worden hier opgegeten, ze verdwijnen. En ik heb al meer dan een jaar, denk ik, mijn oranje touw. En ja hoor, en toen zei ik, oh, maar mijn valt toch op, dus die zal ik wel niet zo snel kwijtraken. En drie keer raden, hij is weg. Tweede dag, ik sta hier nu net 2 dagen en hij is weg. Dus ik ga straks wel even op zoek naar mijn touw. Maar ik heb nu even deze gepakt. En ik zal even naar Tess toe lopen. Hey poepje. Hallo. Ga je mee met mij? Ga je mee? Wat ben je vies. Hi, wat ben je vies. Ga je mee? Zo. Na veel tijd en rust staat Tess voor het eerst op de poetsplaats. En zoals je ziet vindt ze het echt heel spannend. Meisje, kom. Maar ik dacht eerst dat ze hier niet zou kunnen draaien. Maar omdat het zo smal lijkt, maar ze kan daar prima draaien. Alleen ze vindt het echt heel spannend. Maar goed, we gaan even lekker poetsen, hè, meisje. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back. Somebody stole it and put it in your hand.
bedoeling was om jullie hierbij te praten. Maar ik heb niet heel veel tijd meer en mijn persoonlijke manager komt zo naar de stal toe. En nee, dat is niet Floor, nee grapje, is gewoon mijn begeleider. Die komt zo naar de stal toe en dan gaan we daarna naar huis. En ik heb Tessie nu even op stal gezet. Ze was echt heel braaf tijdens het rijden. En ze doet het eigenlijk hier sowieso, is ze heel rustig. En dat vind ik gewoon wel fijn. Aan de ene kant had ik het niet verwacht. En aan de andere kant ook weer wel, omdat ze de laatste tijd op andere terreinen sowieso heel rustig is. En we gaan dus best wel vaak op ander terrein toe en dan is ze gewoon rustig. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. En ze is alweer de grootste van stal hier. Echt zo grappig. Zo, ik zit nu in de stal bij Tess en Tess is achter mij lekker aan het eten. Ik wil jullie graag de reden uitleggen waarom ik van stal ben veranderd. En ik weet niet zo heel goed wat ik daarover moet zeggen, maar ik weet wel dat ik daar heel veel moeite mee heb. Het is ook niet mijn eigen keuze geweest. Ja, uiteindelijk wel, maar ja, eigenlijk moest ik gewoon een soort van weg. Hey, meisje. Ik sta dus niet met mijn maatje op stal. Ik sta nu op een andere stal die dichter bij mijn huis is. Dus dat is echt een hele fijne bijkomst. Dat ik nu echt maar een heel klein stukje moet fietsen hier naartoe. Wellicht kennen jullie de stal van de video's van Kampioen. Want Katja en Denise staan ook hier. Ook staat de oude eigenaar van Tess hier. Ja, ik wil er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Het is gewoon één grote miscommunicatie geweest. En ik ging een weekje weg met Contessa naar Bedinja, zoals dat jullie wel wisten. En toen ik terug wilde komen, kon het eigenlijk niet meer. Wat ik echt heel erg vond. En ik ga het nu eindelijk te vertellen zonder te huilen. Omdat ja, ik ben nu gewoon bij mijn beste vriendinnetje weg en haar paard. En dat vind ik wel heel erg erg. Daar heb ik echt heel veel moeite mee. En Maartje ook. Nou ja, ik sta dus nu hier op stal. En Tess is gelukkig. Tess staat op stal en de hele dag buiten. We hebben hier een buitenbank, jullie hebben het allemaal kunnen zien. Betekent ook dat er dus meer video's opgenomen zullen worden op verschillende locaties. Dat betekent dat deze locatie ook veel gebruikt wordt en gelukkig mag dat. Ik kwam hier op stal en ik werd echt met open armen ontvangen. Het was echt heel fijn. Ik zou in eerste instantie is hier de regeling dat je moet doorschuiven. Dat als je een kleine stal hebt en je staat hier het langst, dan mag je naar een grote stal. Maar ik werd gebeld en ik mocht meteen in een grote stal. Er was iemand heel lief die wilde ruilen, omdat ik een groot paard heb. En daar ben ik echt heel blij mee. En ja, blijkbaar kennen ook bijna iedereen, kent mij hier ook al. Ik was de trailer aan het schoonmaken om Tess uit te laden. En werd al meteen om een foto gevraagd en zo, ja. Het zijn wel dingetjes die ik niet verwacht had en waar ik misschien stiekem wel een beetje aan moet wennen. Wat ik nog een beetje gek vind. Ja, en verder hier op stal zijn er heel veel wat jongere kinderen. Dat hadden we op de oude stal niet zo, dus dat is ook even een dingetje. Of er is helemaal geen dingetje. Het is alleen maar heel gezellig, maar het is wel een verandering. Wat het zal veranderen voor Saressa is dat Maartje en ik dus minder vaak samen zijn. Dat betekent minder vaak... gekke stories op Instagram, dat soort dingen. Wel zien we elkaar natuurlijk nog, omdat we samen een bedrijf hebben. En de sketches gaan we ook nog steeds samen opnemen. Dat betekent gewoon dat we beter moeten plannen. Gelukkig heb ik daar een manager voor. Floor heeft ons ontzettend geholpen hierin, of ontzettend geholpen. In ieder geval om de situatie zo prettig mogelijk te maken voor ons. En in ieder geval duidelijk, ik had zelf het overzicht niet echt meer, maar daar heeft Floor gelukkig bij geholpen. Ja, een testje. Al met al, ondanks dat het eigenlijk vorige week er echt uitzag dat ik gewoon op straat stond met mijn paard en ik het heel naar vond, ben ik nu echt heel blij met dit plekje. En Tess doet het heel goed. Die is heel braaf en ja, eigenlijk niks op aan te merken. Hé, paardje. Hé, meisje. Ja, dus ik denk dat een beetje globaal de uitleg is van waarom ik verhuisd ben van stal. Jullie zullen hier zeker dingen van merken, maar ik hoop echt dat het alleen maar heel positief zal uitpakken. Dus dat we en op meer locaties sketches kunnen filmen en dat ik meer kan filmen en meer op Instagram kan plaatsen omdat het stal dus dichterbij is. Ga ze in je stal eten. Wat dit is ook een soort van nieuwe start voor mij en Tess. Ik heb hier een hele Dit is ook een soort van nieuwe start voor mij en Tess. Ik heb jullie een hele tijd meegenomen in de Serenintess. Dat het wel of niet zo goed tussen mij en Tess ging. En helaas hadden we de laatste tijd weer een enorme dip. Ik ging er niet zo vaak meer naartoe. Tess stond toch op de wei. Dus juist omdat het nu dichterbij is, heb ik weer heel veel energie gekregen om met Tess aan de slag te gaan. En haar weer helemaal op te pakken. En nu ook kan er lekker naar school even snel heen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ja. Tess en ik hebben een soort van nieuwe start nodig gehad en het had zo moeten zijn. Bij deze hebben wij een nieuwe start, op een nieuwe stal, alles nieuw.
Zometeen nog een nieuw zadel. Daar is ook nog een dingetje van, die past niet meer. Maar dat geeft niks. Tisje en ik. Langnek. Ja. Oh. Dus het komt allemaal goed. En ik hou jullie op de hoogte. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je nou vragen? Laat ze zeker weten achter in de reacties. Maartje en ik gaan volgende week een Q&A opnemen. Met al jullie vragen over deze enorme verandering.